Leuk dat je kijkt naar deze video en we gaan het vandaag hebben over IAD. Inflammatory Airways Disease. Verona die heeft al geruime tijd dat ze af en toe hoest. Soms wat erger, soms wat minder erg. Dat heeft ze nu 3 jaar ongeveer, dus eigenlijk sinds ik haar heb. In het begin heb ik dat vooral geweten aan een luchtverschil. Ze kwam uit Groningen. En ging verhuizen naar mijn sluis. Dus hier is de luchtkwaliteit heel anders dan dat die in Groningen is. In Groningen stond ze ook de hele dag buiten. En hier in mijn sluis kan dat niet altijd. In de zomer gaan ze gewoon de wei op. Maar in de winter is dat niet mogelijk. Omdat hier het veengrond is, geloof ik. En daardoor worden de weides kapot gelopen door de paarden. Dus dat gaat niet. Dus daar heb ik het ook in gezocht. Dierenartsen hebben natuurlijk allerlei onderzoeken gedaan. Meestal was het dan van ja, waarschijnlijk een bacterie, waarschijnlijk een virus, noem het allemaal maar op. Dus de afgelopen 3 jaar moest een aantal keer per jaar de dierenarts komen. Het ene jaar wat vaker dan het andere. En door haar koliek is ze overgegaan op vlas, want ze mocht geen stro meer eten. Want als ze stro zou eten, dan was er natuurlijk weer mogelijkheid dat ze koliek zou krijgen. Ze is ook van de voordroog overgegaan op hooi, dezelfde reden als het stro, dus beter voor haar, tenminste voor haar gezondheid, omdat ze koeliek gevoelig is. Maar toen moest de dierenarts ook iets minder vaak komen voor het hoesten. Nou, oké, dan nog kreeg ze 2, 3, 4, 5 kuren prednison per jaar om dat hoesten tegen te gaan. Ja, dat vond ik toch niet zo'n goed idee. Dus uiteindelijk heb ik gevraagd om een longspoeling. Die hebben ze dan ook gedaan en daar bleek dus uit IAD, dat Inflammatory Airways Disease. En dat betekent eigenlijk ontsteking van de luchtwegen ziekte. Nou, dat is niet zo fijn om te horen, want wat moet je dan? Er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden. Natuurlijk kun je een paard oprijden, zoals dat heet. Nou ja, weet ik niet of het zo heet, maar dat heb ik toch gehoord. En dat betekent eigenlijk dat je medicijnen in het paard blijft stoppen totdat het paard gewoon niet meer kan. En dan laat je hem inslapen. Nou, daar ben ik persoonlijk niet zo heel erg fan van, dus dat leek me niet de beste oplossing. Dus ik heb aan de dierenarts gevraagd, wat kan je nog meer? Nou, hooi nat maken, dus dat gingen we doen. En een buitenbox. Nou hebben wij hier op Manege Middelhof gelukkig, even kijken, 3 en 3 is 6 buitenboxen. En die zijn speciaal voor paarden met luchtwegproblemen. En die waren allemaal vol. Dus dat was voor mij best wel een probleem. Nou ja, niet voor mij, maar vooral voor Verona. Want je kan natuurlijk niet een paard dat al luchtwegproblemen heeft uit de box halen om daar weer een ander paard neer te zetten dat ook luchtwegproblemen heeft. Nou, ja, niet prettig. Maar dat is wel wat er gebeurde. Dus ik heb wel gevraagd of ze op de wachtlijst mocht. Ik heb daarbij de conclusie van de dierenarts gezet. En ze mocht op de wachtlijst, dus dat is heel fijn. Vervolgens heb ik ook Utrecht nog gebeld. Niet omdat ik mijn eigen dierenarts niet vertrouw, maar gewoon puur voor meer informatie. En die zeiden dan dat het eigenlijk een allergie is voor stof. En mijn eigen dierenarts gaf aan dat het een overgevoeligheid is voor schimmels en bacteriën. Nou, hoe het ook zij, de oplossing is buitenbox, nat stro en zo min mogelijk schimmels, bacteriën en stof. Nou, dat is voor nu in ieder geval gelukt. Verona die staat nu gelukkig in een buitenbox. En daar is ze. Hey schat. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En in die buitenbox heeft ze dus veel meer frisse lucht dan dat ze binnen heeft. En binnen is het bij ons echt heel erg goed al. We hebben hoge stallen, zijn vrij nieuw. Die worden elk jaar echt helemaal schoongespoten. En er wordt elke dag wordt daar gestrooid. En 1 keer per week wordt alles uitgemest. Dus er is echt heel veel zorg. Maar sommige paarden, zeker paarden die wat ouder worden, die kunnen toch allerlei kwaaltjes, dingetjes oplopen. Zo ook Verona dus. En daar moet je dan maar mee omzien te gaan. Nou ja, goed. Had ze niet naar een buitenbox gekund in de nabije toekomst, dan had ik dus voor een nogal groot probleem gestaan. Namelijk, wat doe je dan? Ga je met medicijnen aan de slag? Of kies je ervoor om je paard met pensioen te laten gaan? Want het is niet iets wat naar waarschijnlijkheid overgaat. Dus ik heb ook naar pensioenmogelijkheden gekeken. Zo ben ik in Frankrijk terechtgekomen. Er zijn verschillende Nederlanders in Frankrijk die daar allerlei hectare met weides en land hebben.
om paarden met pensioen te laten gaan. Is ook niet heel erg duur, kost 100, 150 euro per maand. Maar in vergelijking met wat je natuurlijk op een manege betaalt, is dat vrij weinig. Dan gaan de hoefijzers eraf en dan gaan ze het land op nadat ze geïntegreerd zijn in de groep natuurlijk, want dat gaat niet van de een op de andere dag. Ja, was je er nog, schat? Dat gaat niet van de een op de andere dag. Dus dan worden ze rustig geïntroduceerd in de groep. Er zijn daar schuilplekken waar ze tegen de weersomstandigheden beschermd kunnen worden. Alleen kiezen paarden daar blijkbaar helemaal niet voor. En ze worden dan eigenlijk ontmenst. Dus dat betekent dat ze gewoon in hun eigen groep in een soort van wild mogen leven. Uiteraard wordt er nog wel toezicht op ze gehouden. Ze worden nagekeken, ze worden ontwormd en allemaal dat soort dingen. Maar ze krijgen dus steeds minder met mensen te maken. En ze zijn gewend aan mensen, dus het is niet zo dat ze opeens wild worden of zo. Maar ja, ze leven als paard. En als ik dan mag kiezen, dan kies ik voor een paard dat nog mag leven als paard nadat ze zoveel jaren trouwe dienst hebben bewezen aan ons mens. Ja, er zijn natuurlijk allerlei discussies over of een paard überhaupt wel een rijdier moet zijn. Nou ja, goed, die discussie wil ik echt helemaal niet voeren. Maar ik vind wel dat het mijn verantwoordelijkheid is om te zorgen dat mijn paard in zo goed mogelijke gezondheid is. En als dat niet meer op de manier kan dat het hier op de manege is, dat ze dan op een andere manier opgevangen wordt. Voor mij zou dat in Vrona's geval dus Frankrijk betekenen. Nee, ik kan haar dan niet meer dagelijks of wekelijks zien. Want je gaat natuurlijk niet elke keer 6, 7, 800 kilometer rijden om je paard te bezoeken. Maar ik vind het belangrijker dat zij het naar de zin heeft dan dat ik het naar mijn zin heb. En ja, ik zou haar heel erg missen. Maar ik moet wel heel eerlijk zijn. Een paard mist jou gewoon niet. Als iemand anders zorgt voor eten, als iemand anders zorgt voor voer, dan gaan die paarden zich daar prima voelen. En als ze met hun soortgenoten over hectare grond kunnen rennen, denk ik niet dat ze nog in hun achterhoofd hebben van hey, ik mis Rebecca vandaag, of wie er dan ook de eigenaar van het paard is. En paarden zijn wat dat betreft natuurlijk gewoon anders dan mensen. Ze hechten zich aan de groep waar ze op dat moment zijn. En Vrona kon ook hier hechten, Bella kan hier hechten, Henja is hier gehecht. En nu zijn hun met z'n drieën een fantastische kudde waar wij ook onderdeel van uit mogen maken. Maar als ik haar introduceer bij een andere kudde en vervolgens wegga, dan ja, geloof ik niet dat ze me heel erg zal missen. En wat ik daarvan vind, ja, dat vind ik eigenlijk minder belangrijk. Met Sterre konden we helaas die oplossing niet bieden, omdat Sterre natuurlijk hoefvervangen was en helemaal niet op gras kon gaan staan. Dus ja, die oplossing was er gewoon niet, anders had ik het 100% zeker gedaan. Maar goed, ik heb er nu dus wel onderzoek naar gedaan en over nagedacht. En dat als optie voor Vrona. Maar gelukkig staat ze nu dus in een buitenbox. En in die buitenbox doet ze het heel goed. Ik heb dinsdag na mijn kaakoperatie eventjes 20 minuten op haar gereden. En het was voor het eerst dat ze hier helemaal niet hoestte. Dus ze staat op vlas, ze krijgt nat hooi. En ze staat in een buitenbox en ze hoestte niet. Nou heeft ze wel, voordat geopereerd werd, nog een hele kuur gehad. Dus het kan best zijn dat die nog aan het doorwerken is. En ja, de tijd moet dus leren of zij op deze manier gezond kan blijven, of dat zij toch weer die hoest gaat ontwikkelen. Ja, en dan uiteindelijk kies ik voor mijn paard en niet voor mezelf. Wanneer dat is, dat weet ik niet. Dat kan volgende maand zijn en dat kan over 5 jaar zijn. En dat zou bij wijze van spreken zelfs nog over 10 jaar kunnen zijn, want ze wordt in april 17. Nou ja, de meeste paarden rond hun 20ste, 22ste, dan gaan er gewoon de kwaaltjes mee spelen. En ja, dan, dat geeft niet. Daar moet je een oplossing voor vinden. Dus zolang ze in goede gezondheid hier vrolijk kan zijn en paard zijn en zich goed kan voelen, hou ik er heel graag bij me natuurlijk. Maar op het moment dat dat niet meer zo is, ja, dan ga ik toch naar pensioenmogelijkheden kijken. We zitten met Vrona natuurlijk ook nog met de coliek. Dus dat is voor ons ook wel echt een dingetje. Want stel dat ze nog een keer coliek krijgt, ja, zo'n operatie gaan we niet meer doen. Dus dat is ook iets wat we continu in de gaten moeten houden. En waar we de hele tijd mee bezig zijn met haar eten en met haar beweegpatroon. Gelukkig gaat dat voorlopig heel erg goed. Dus dat is super fijn. En ja, ik hoop dat je zo een beetje begrepen hebt wat IAD is. Het is dus een ontsteking. Tenminste, het is niet echt een ontsteking, maar een overgevoeligheid voor stof of bacteriën en schimmels.
En nou ja, daar is dus behalve medicatie, buitenbox, nat hooi en dat soort dingen niet zo heel veel aan te doen. Bij Vrona hoor je het ook niet op haar longen, dus zij heeft niet kapotte bronchiën of dat ze dampig is of wat dan ook. Bij haar zit het, ja, wat ik ervan begreep, wat voor in haar keel. Dus ja, op de longen hoor je daar dus helemaal niets van en daardoor was ook het onderzoek echt nodig met de spoeling. Dus dat ze echt slangen door de neus gaan stoppen om de longen vol te spuiten met vocht en dat weer op te nemen. Nou, ik hoop dat je hier iets aan gehad hebt. Dus als jouw paard langere tijd hoest, is het misschien altijd handig om de dierenarts een keer te vragen om wat verder te kijken dan alleen te luisteren en te kijken met het oog, maar wat onderzoekjes te doen. Nou, in Utrecht kan je daar ook voor terecht, dus wat dat betreft heb je daar allerlei longspecialisten zitten die ook nog het een en het ander voor je kunnen betekenen en die ook van advies dienen. Doen ze overigens ook nog gratis, dus dat was wel heel gaaf. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik zie je heel graag in een andere video weer. En voor nu, vergeet niet hieronder even op het abonneerknopje te drukken. Want we gaan deze serie, tenminste we gaan hier een serie van maken. In de zin van dat als er iets over de gezondheid van Vrona te vertellen is, dat we dat dan weer op gaan nemen. Zodat je zelf mee kan kijken hoe een 16,5-jarig paard ja, zich ontwikkelt. En hoe je die zo gezond mogelijk kunt houden. Dus ik zeg bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doeg!